Beste luisteraars, we zijn zover dat wij gaan beginnen met deze vrijdagnacht uitzending. Eigenlijk is het zaterdag al, maar ik wil u in elk geval van harte welkom heten bij ons programma. Voor de mensen die ik nog niet gegroet heb, ik groet u allemaal als u nou in Nederland woont of buiten Nederland. Welkom bij deze uitzending waarbij in, zeg maar in dit programma de heer Samson en misschien ook de heer Van der Leuf het programma zullen maken. Ik ga nu proberen contact te maken met de heer Samson in Suriname. Meneer Samson, bent u daar? Ja, ik ben er en ik moet dan zeggen, goeie nacht moet het volgens mij altijd zijn in Nederland. Voor de luisteraars hier in Suriname, goedenavond. En welkom weer naar een nieuwe aflevering van het wekelijkse programma op de vrijdagavond hier in Suriname. En in de vroege ochtend van zaterdag in Nederland. Ook u, meneer Bok. En zoals normaal beginnen we met vandaag in het verleden en we praten over wat Suriname betreft de 19e april van het jaar 2024, de 1373ste dag dat een regering regeert, een regering tussen aanhalingstekens regeert en dat ons enorm veel kommer en kwel heeft gebracht de afgelopen 4 jaren en we hebben nog uitgerekend een jaar en 13 maanden hebben wij met ongeveer een week naar de verkiezing van 25.05.25, dat is 25 mei van het jaar 2025. En dan moet het zover zijn en dan hopen wij dat de mensen zo verstandig zijn dat wij verlost zijn van die ellende, die katibo, die armoede die deze regering ons heeft gebracht. Vandaag in het verleden, we gaan naar 19 april van het jaar 1828 en toen is geboren ene mevrouw Marie-Elle Vlier. Ze schreef als eerste het Surinaamse, schreef ze een geschiedenisboek over Suriname. Ze overleed op 8 juli 1908. Ze is in de slavernij geboren, maar eigenlijk in vrijheid is ze geboren. Zijnde dat ze door haar meester in feite, ik zeg haar moeder, is vrij gekocht worden, als zij ook als vrij werd geboren. Ze had een zus, die is geboren zeg 6 jaren later, in 1834. Die heette Cornelia Filipina Maria Josefina Vlier, ook in Paramaribo geboren. En ze was 35 jaar lang onderwijzeres. En ze is overleden toen in 1892. Dus eerder dan haar oudere zus. En dan moet je het weten, beide zussen waren namelijk leerling van onderwijzeres Johan Carolina. En Johan Christina Carolina, die is ook in, vrijheid geboren. En die heeft deze twee zussen namelijk onderwezen. En zijnde dat de, dat boek namelijk gepubliceerd hebben, dat bekende boek waarover ik het namelijk heb over de geschiedenis van Suriname. Eerste Surinaamse die een geschiedenisboek over Suriname geschreven. Meneer Van der Leuf, welkom. We zijn bezig met vandaag in het verleden. En meneer Van der Leuf heeft de gele kaart voor vandaag. Ja, nee, inderdaad. Goedenavond ook aan de andere kant van de Noordzee. Inderdaad, de gele kaart, dat heb ik verdiend. Want ik heb een beetje mee verslapen. Nog net geen rode kaart. Nog net geen rode kaart. Goed. Nog net geen rode kaart. We gaan dan naar 1883. En daar, in dat jaar, 1883, zeg, het is 17 plus 100 is 117 plus 24 is 141 jaar geleden, is geboren en getogen in Suriname de uitvinder Jan Ernst Maastricht.
En hij kreeg in Amerika patent op de door hem ontworpen shoelasting machine. Dat een shoelasting machine is een schoenstikmachine die het dragen van schoenen betaalbaar maakte voor de hele wereld. Dus de grondlegger van de schoenen die u nu aantrekt en iedereen over de hele wereld aantrekt, de basis ligt namelijk bij een Surinamer die in 1883 hier is geboren op een plantage. Wel te verstaan. En hierna kreeg hij nog 4 patenten in die schoenen, in die street. Ik ben natuurlijk benieuwd wie is die Jan Ernst Masseligger. Zoals hij de naam meekreeg. Hij was een Surinaamse uitvinder, zoals u al begrijpt. En hij staat te boek als de uitvinder van de schoenzwikmachine. Hij is geboren op 15 september 1882. En opgenomen. Ja, 1852 is hij geboren. Die schoenmachine is in 1883 uitgevonden. Hij is geboren op 15 september 1852 te Paramaribo. Hij wil een plantage nemen te Paramaribo. En hij is overleden. Hij is niet erg oud geworden hoor. Zo 37 jaar is hij ouder geworden. En hij is overleden in Amerika, Massachusetts, ja, in de Verenigde Staten, in een plaatsje Lynn. Lynn, ja. Zijn ouders waren, of de ouder, zijn vader was Ernst Masseligger. En zijn begraafplaats is ook in Amerika, namelijk, hoe noemen ze het, in de Verenigde Staten. En hij is begraven in een Pine Grove Cemetery in Lynn, plaatje namelijk Lynn. Wat heb ik u nog meer te vertellen over deze meneer? Er is heel wat te vertellen. Plantage twijfelachtig. En dan zeggen ze bij de ene informatie dat hij in Paramaribo is geboren. Maar hij is geboren op plantage 1852 twijfelachtig. Dus hij is nog in de slaventijd geboren. En overleden in Massachusetts in 1889. Hij staat, zoals ik zei, te boek als de uitvinder van de schoenenzwikmachine. En die schoenenzwikmachine is in feite de machine die het bovendeel van die stoel, van die schoen, pakken aan het aan je zool. Aan de schoenzolen. Ja, en daar is hij namelijk bekend om geworden. Een geweldige grote Surinamer, worldwide, men praat er weinig over, maar ik zou zeggen, misschien hadden ze in plaats van de Kaikoussi Universiteit, die tegenwoordig ook niet veel meer voorstelt. Maar dat is zijn naam. Yes. Van hem verbonden, want die man is een echte wetenschapper geweest. Van maar het mooie ervan, meneer Ernst Masseligger, zijn adres aan de Domineestraat in de stad, bleek later de ondernemer Bromet met zijn schoenenfabriek daar te gaan staan. Okay. Vlak daarna, dus we hebben laatst, het is nu momenteel maar wat op social media. Maar namelijk Domineestraat en deze verband? Het verband is dat hij daar op het adres waar die schoenenfabriek van Bromet, ondernemer Bromet, de grootvader van de huidige Bromet, Prat in brand gevlogen. En een kleindochter van hem is dan in social media met een programma gekomen dat ze het gaan opruimen. Want er zijn nog steeds schoenscholen van die tijd. En een magazijn daarachter. En zijn die niet in brand gevlogen? Nee, niet allemaal. Ja, en notabene van zo'n dusdanige kwaliteit dat die dingen nog steeds goed zijn, of bruikbaar zouden zijn. Maar ze ruimen het allemaal op. Dus dat is waar de kleindochter van meneer Bromet ook het verhaal deed van Ernst Masseligger. Van kijk, hier is een van die machines die hij heeft ontworpen, die zwikmachine, staat nog in dat magazijn dat te gaan opruimen. Dus fantastisch om die terugkoppeling te maken van die Suriname. En die Suriname die op een gegeven moment een schoenenfabriek hier opzet rond de jaren 1900. Oké. Dat is de heer Bromet. Dus dat is een stukje historische kennis over Suriname. Precies. En dat weten de mensen hier in Suriname, de luisteraars hier in Suriname en die in Nederland ook. Ken je dat liedje nog? Daar boven in de lucht. Daar zaten wij op de brug. En niemand kon ons zien. We hadden pret voor 10. Leven de vliegmachine. Maar volgens mij is geen SLM. Deze man reist nooit met de SLM. Nee. Hij weer het land uit. Voor 6 dagen, heb ik begrepen. En een koning neemt waar voor de president. Klopt. Een vice-presidentiële koning hebben we in de Republiek Suriname. Ja, het land
met zoveel ellende, zoveel moorden de laatste tijd. De hele maand april is een maand van overvallen, moorden. Ik krijg het gevoel dat we echt richting Haiti opgaan met deze regering. Inderdaad. Als we kijken niet alleen de maand april, maar we kijken eigenlijk naar een traject dat eigenlijk is opgedoken vanaf 2020. Waar deze regering een ommekeer maakt van het beleid dat ze hebben beloofd en een heel ander beleid invoeren, zien we dat de criminaliteit toeneemt, niet alleen in de aantallen en niet alleen in de manier, maar ook zeker in de brute wijze waarop men dat zelfs overdag durft te doen. En voordat je aanschoof, vertelde ik de luisteraars nog zelfs van, even ontgaan naar wat ik de luisteraars allemaal heb verteld. Maar ik kan u wel zeggen, het is niet makkelijk op dit moment hier in Suriname. Nee, helemaal overvallen. Dat komt, de minister van Justitie, die kan het totaal niet. Iemand vertelde mij, hij is van huis uit jurist, maar hij heeft 20 jaar over zijn studie aan de Kaikoese Universiteit gedaan. En heeft totaal ook niet de feeling eigenlijk met het justitieel apparaat. De meest vreemde dingen gebeuren. Tegenwoordig heeft hij, of gaan ze uitkomen, militairen en politie, die surveilleren samen, maar het wordt nog erger. Het is niet beter op geworden. Gisteren nog is iemand van 39 jaar, Telefono, op brute wijze om het leven gebracht door overvallen door een paar mannen. Helemaal in een zwart, met een masker, met pistool, met messen. En die man moest het namelijk ontgelden. Maar we hadden het over de luchtvaart. En we hadden daarboven in de lucht. En meneer, die vogel, andere vogels van hem zijn gevlogen. En hij zelf is weer gaan vliegen, zoals altijd. En hij zei, deze keer was het richting China. Ja. Een lang verwachte wens in vervulling gegaan. En als ik namelijk een ongeluk van hem mag geloven, dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Heeft tegenover een soort communicatiedienst, wat dat ook mogen zijn in Suriname, ontkend dat er sprake zou zijn van een herschikking en de herschikking van de schuld van ruim een half miljard, $550 miljoen, die Suriname bij China heeft, nog niet rond is. Maar aan de ene kant had hij wel gezegd, ja, er is getekend, er is geherschikt. Maar later, het was een hele verwarring over en weer, dat bleek namelijk niet het geval te zijn. Althans, Guus Ongeluk heeft verklaard dat de formele ondertekening van de schuldherschikking met China op korte termijn zal plaatsvinden. En ik kan niet zeggen, diverse lokale media en tal van deskundigen hadden de afgelopen dagen gemeld dat er nog geen definitieve overeenkomst is getekend. En ze baseerden zich op een gezamenlijke verklaring van beide landen waaruit dat bleek. Dus het bleek een leugen te zijn. Ja, zeker weten. Ik denk dat de hele missie die georganiseerd is naar China en weken en maanden daarvoor, of zelfs jaren, dat de huidige regering heeft gesproken over herschikken van schulden. Wij hebben gezien dat het een traject is geworden van 36 tot 48 maanden straks. En het niet eens zo makkelijk is verlopen. Gewoon waarschijnlijk ook dat de mensen die in de onderhandelingen gaan niet bekwaam genoeg zijn om te kunnen beseffen dat als je schulden hebt, het een kwestie is van discipline en niet proberen je schulden vooruit te schuiven. En zeker niet als men let op het traject waar men die schulden naartoe verschuift, namelijk naar 2025 en daarna. Weet je dus, het heeft gewerkt misschien op korte termijn van 36 maanden bij de Paris Club. Men is bezig geweest met de Oppenheimer. Ook daarover is er niet een duidelijkheid wat er precies is bereikt als herschikking, schuldherschikking. De details zijn niet op tafel, de assemblee vraagt erom, het komt niet naar buiten. Maar nu is hij al op weg naar China gegaan met de veronderstellingen dat hij dat uiteindelijk zou kunnen bespreken. Maar de ervaren president Xi Jinping heeft hoogstwaarschijnlijk uit de vriendelijkheid waarschijnlijk gezegd, laten we dat ding verklaren dat we er niet bezig zullen zijn, maar men is er niet nog niet bezig geweest. Hij is vertrokken met een delegatie uit Suriname. De kranten of de pers hier sprak over een stelletje leeghoofden. Trouwens, dat is dat hele kabinet dat op dit moment namelijk regeert. Van 24 man
En boze tongen beweren zelfs dat er daar, zoals het altijd gebeurt, vanuit Nederland, want hij vliegt nooit met de SLM, altijd met de KLM. Alhoewel hij verschrikkelijk veel geld pompt in een vliegende lijkkist in de lucht. Ja, en dat ding staat weer, veroorzaakt de grootste problemen van vertragingen in Nederland, vertragingen in Suriname. Maar ik kan u zeggen, beide staatshoofden bevestigden in hun statement de afronding en ondertekening van de notulen met betrekking tot de schuld herschikkingsovereenkomst. Let wel, het gaat namelijk om ondertekening van de notulen, ja. Niet van een overeenkomst. Nee, klopt. Ik denk dat er is wel vanuit beide kanten, en ik denk zeker vanuit de diplomatische begaafdheid van de president van China, dat ik zeg, hey, laten wij wel aangeven gezamenlijk een verklaring dat wij hebben gesproken over het kunnen praten van een herschikking. Maar er is geen enkele richting daarmee te bepalen op dit ogenblik. Overeengekomen is om die administratieve afhandeling zo spoedig mogelijk te arrangeren, heb ik begrepen. Hetgeen een formalisatie van hetgeen dat is overeengekomen behelst. Maar meneer Van der Leeuw, volgens mij hoef je geen universitaire studie te hebben doorlopen om te begrijpen dat die notulen waarover ik het daarnet had, die ondertekend zijn, nogmaals, voor de luisteraars die dit uitgaan, geen overeenkomst bevatten. Nee, dus notulen is wanneer de PP-presidenten daar beide met hun teams hebben gezeten aan tafel, is er een notulus van beide kanten aanwezig. Hoef ik van onze kant ook een goede notulus. En die dan geen begrippen is gaan verwarren. Maar er is nog geen sprake van een schuldherschikking. Er is wel ter tafel gezegd dat wij, de Surinaamse delegatie, wel zijn gekomen om te kijken om daarvoor ruimte in te maken op het programma. Maar de president van China, nogmaals diplomatisch als hij is, heeft inderdaad de notulen waarschijnlijk laten tekenen van we hebben daarover gesproken om erover te gaan praten. Ik benadruk het nog eens, ja, dat er nog een administratieve handeling moet plaatsvinden voordat het eindelijk zover is. En toch zegt Guus Ongeluk, dat is de minister van Buitenlandse Zaken van Plantage Suriname, dat alles in kannen en kruiken is. Ja, we kunnen zeggen, die geldherschikkingsovereenkomst op politiek niveau is afgetekend en herbevestigd. Op technisch niveau is die al sinds, dacht ik, december vorig jaar afgerond. Maar het is onduidelijk wat hij precies met afgetekend en herbevestigd bedoelt. In ieder geval, het is geen definitieve overeenkomst. Misschien begrijp jij er meer van wat is ongeluk. Ik ken hem van Amsterdam. Hij was aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde daar geografie, sociale geografie. Het laatste jaar kwam hij aan de Vrije Universiteit, waar mannen als meneer Jaart ook studeerde. Was eigenlijk afgestudeerd aan de UvA voor monetaire economie en onder andere mijn persoon. En daar verdween namelijk een geleende scriptie van meneer Marco Jaart. En tot de dag van vandaag vraagt die man nog naar zijn scriptie. Ik denk dat hij dat niet meer terugkrijgt. Maar toevoegend aan de track record van deze minister van Buitenlandse Zaken, of het merendeels genoemde Bibis-minister. Ook zijn carrière bij de OAS als permanente vertegenwoordiger van de Republiek Suriname hebben wij hoogstwaarschijnlijk namelijk mijn persoon zwaar overschat. En ik ben nu wel een na-onderzoek gaan doen. Wat is precies hetgene wat ik daar 10, 15 jaar heb mogen meemaken van de verschillende regeringen? En dan mag ik zeggen, geluk is sowieso... Guus geluk, zei u nog? Guus ongeluk. Oh, nee, maar oh ja, geluk. Waarop Guus ongeluk? Ja. Ik weet het nog dat Richard Kalu was minister van Economische Zaken. Ja. Hij is daar onder Richard Kalu gaan werken. En Kalu heeft hem opgedonderd. Maar weet je niet deugend. Ja, ik wil dat stukje geluk van hem wel even belichten. Dat is namelijk vanaf de regering Venetiaan eigenlijk is uitgezonden als permanente vertegenwoordiger van ons.
bij de OAS. Maar Pieter Baas van Sinterklaas. Laten we dat denken. Ja, dat denken. Ja, maar dus dat hij heeft nog twee pronoties in een dagnaam. Maar die witte Sinterklaas zelf, dus dat was een schimmel. Yes. En die ongelukkig, de Pieter Baas, die rende achter dat schimmel aan. Ja, dus een beetje op de beste te laten volgen. Heb ik het of tenminste naslagwerk gedaan. Om te kijken wat heeft hij precies gedaan in al die 10, 15 jaar dat hij daar zat. Wat blijkt is dat hij vaker meer als een vertegenwoordiger van waarnemingscommissies bij verkiezingen in verschillende landen in Latijns-Amerika is uitgezonden. En nu kijk je naar wat zijn die bevoegdheden, wat zijn die taken en wat houdt het allemaal in. Dan zou jij, en ik heb die fout zelfs gemaakt om ergens in 2011 of 2012 aan te bevelen aan de toenmalige regering van Boutersvahe, maak gebruik van Surinamers. Die wij hebben in de internationale organisaties, dat we hadden ook bij de VN, de permanente vertegenwoordiger van, was dacht ik, dat destijds meneer Henry McDonald. Ja. Ja. Ik zeg, maak gebruik van deze Surinamers, maak gebruik van zijn wereldwijd. En ik heb er ook zijn naam genoemd. Oh. Ja. Waar had je geslapen? Nee, dus kijk, Surinamer, ben ik altijd de mening toegedaan dat ik met Surinamer moet blijven en dorsen. Maar nu dat ik kijk waar hij in deze regering de setting neemt van de verantwoordelijkheid te dragen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hij doet dan een complete naamsverandering, international business en noem maar op en samenwerking. Dan zeg ik dat hij door mij en waarschijnlijk door velen overgeschat is geworden in zijn kwaliteiten en zijn competenties. Want het dragen van zo'n ministerie, dan moet je toch een geopolitieke goed gefundeerde achtergrond hebben. En dat bleek deze minister niet te hebben, want we kunnen dat ongeluk met Israël en de hoofdstad Jeruzalem om een ambassade daar te gaan openen als kleinland Suriname, dat gaat ons nooit vergeven worden. Want ik bedoel, meer dan 40, 50 jaar politiek staat daar en zoveel grote landen die dat niet durven of niet zeggen, nee, daaraan brand ik mij niet en onze huis, geluk, ongeluk. Die ik dat allemaal wel willen wagen. Dan zei oké, kijk die ervaring van 15 jaar als permanente vertegenwoordiger van Suriname daar bij de OAS is nog niet genoeg om het gewicht van verantwoordelijkheid te dragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat blijkt nu, telkens maar de HPSG, die Italiaanse bedrijven, die Ring Harbor, die recente ontwikkelingen van de diepzee of diepwaterhaven en nu weer eentje op Komowijnen. We kunnen ze allemaal aan elkaar leggen. Maar waar we het duidelijk zien, wanneer men dan op die buitenlandse missies gaat, de verschrikkelijke omissies die men begaat. En ik ben blij om te zien dat die Chinezen op een heel diplomatische wijze onze missie lessen heeft bijgebracht hoe het protocolair moet. En dat zagen we bij de Russen die weer handjes wilden hebben op de rode loper en netjes en beleefd werd tegengehouden. En om haar niet helemaal te beschamen, heeft men een paar meters, dacht ik, 5 tot 10 meters even opgewacht en is men met haar meegelopen, zodat ze daar niet alleen de blunders over gaan. Ja, ja. En zo had dat eigenlijk gebeurd toen in Dubai. En we vergeten ook niet toen ze zat te hannissen, weggelopen als een klein meisje bij een diner van de president van Amerika, ja, met zijn vrouw. En al deze blunders zijn zeker één man 100% toe te wiegen. Dat is de minister van Bibis. Ja. Want zij behoren sowieso al deze protocollen te kennen. En als ik het goed heb, hebben ze zelfs een opleiding voor, ja, diplomaten. Daarvoor heb je mevrouw Franklin gehad voor de voorzitter. Dit is de enige. Nee, maar dat is die niet kan je. Die kent haar vak. Ja. Maar goed. Maar kijk, hij wil secretaris-generaal worden. Goed. Wat is ook wat. Dus ga ik mevrouw Franklin vragen om een brief te schrijven naar OAS. Om te vertellen wat voor rommel hij allemaal hier in Suriname heeft. Nee, en samen met de president het heel volk in diepe ellende heeft gestort. Ja. In grote problemen heeft gestort. En dan praten we nog niet eens die onveiligheid die naar richting Haiti gaat. Waarvoor hij en zijn president voor hebben gezorgd. Ja, maar ik denk dat mevrouw Franklin die moeite mag nemen. Maar hoeft niet te nemen. Waarom? Omdat internationaal alles wat nu gebeurt met het digitale tijdperk.
het internationale veld ziet en neemt dit alles over waar. En als je voor zo'n organisatie wil gaan om het te leiden als de hoogste man, denk ik dat al deze missers daar ook genoteerd staan. En zeker de grootste misser is het willen openen van een ambassade in de stad Jeruzalem. Ik heb wel begrepen dat Franklin, wat een misser van bisschop Tuny hier betreft, ook heeft geschreven naar het Vaticaan. Ja, zeker weten. Nee, maar ik bedoel, het is correct dat ze dat doet. En ik denk dat de bisschop haar niet kan verkwalijken. Omdat naast hem hier als hoogste man... Nee, Amalfaya. Amalfaya. Ik bedoel, kerk en staat moet gescheiden zijn. Dus, en bisschop, hou je bij je lees. Nog alweer hoe in een politiek. Ja, doe je preek in de kerk, ja. Split dat ding, hou dat ding gescheiden. Wat dat aangaat, terecht heeft Franklin... Dan moet je reageren op een diplomatisch niveau, want de bishop heeft ook brieven geschreven aan de organisatie. Ja. En dat is dat stukje waar we hebben gezegd, bishop, je bent buiten jouw grenzen gegaan. Ja. Weet je, de grenzen zijn duidelijk, binnen de kerk mag je erover praten. Ik denk, er is zoveel moreel verval en de bishop heeft heel veel werk wat dat betreft binnen de kerkelijke gemeenschappen en gewoon organisaties om te zeggen, hey, tot op het hoogste niveau corruptie, moreel verval en x aantal zaken die niet door de Bijbel kunnen, had hij dat moeten doen. Maar het rondschrijven van een insuïnerende invalshoek, want dat is wat het is geworden uit die brief, en niet dusdanig heel duidelijk zijn wat hij ermee bedoelt, heeft hem in een politiek glad ijsveld gebracht. Iemand maakte bij een andere een, hoe noemen ze het... op het programma hier in Suriname de opmerking dat we ministers ratten noemen. Maar de man zal het over ratten. Ratten en ratten tegelijk. Maar de man zal het dus naar Nederlandicus. En hij begrijpt eigenlijk niet wat er namelijk bedoelt. Wat we bedoelen, meneer, de een is nog dommer dan de andere. Ja. Een grote VAP'er zelf vertelde mij vandaag, een minister van Economische Zaken die een diploma heeft gekocht. Hij wist niet of het in Europa was of in dingen, in Suriname, weet je. Maar dit soort van dingen. We hebben bijvoorbeeld een complete mislukkeling. Die waarvan wij vinden, als het zover is, moet het helemaal onderzocht worden wat volksgezondheid betreft. Zeker wie dat. Maar ja. De benoemingen die wij geven, proberen wij nog beleefd te zijn. Om te zeggen, het zijn mentaliteiten van ratten en raven. Waarom? We zien toch wat er gebeurt. Maar we zien ook wat er gebeurt. Er wordt dus op een onverantwoordelijke manier met staatsgelden omgesprongen. Er wordt zelfs een beeld getoond aan de bevolking. Dat de hoogste leiding de hand boven corruptelingen houdt. Ja, klopt. Weet je? En als wij dat zien, dan willen we nog beleefd blijven om te zeggen... Ze hebben het gedrag en zeker wel de mentaliteit tentoongesteld van ratten en raven. En we weten ratten en raven. Wat het allemaal refereren van ratten en raven. Nou, laat me het even herhalen voor de mensen. We noemen niemand hier ratten, et cetera. Nee. Maar we geven het als voorbeeld. Ja. 17 ratten in een regeringsantokkie, waarvan de staarten in een platte knoop aan elkaar vast is. Ja. Iedereen trekt zijn eigen windrichting op, want hij ziet kaas, dat is als een raaf. Juist. En wat gebeurt met zo'n platte knoop? Het wordt steeds strakker. Dus met als gevolg dat tot nu toe 4 jaren lang alles eigenlijk statisch is gebleven. Je hebt een of andere figuur die zegt, die werkt met statische cijfers en zegt, de VHP gaat 28 zetels halen. Dat verhaal hoor ik al 100 jaren, et cetera. Ze mogen eens snoet vegen wat dat aangaat, wat ze dit volk namelijk hebben aangedaan. Maar wat ik wil zeggen, doordat ze in een platte knoop bij elkaar zitten, de een is nog dommer dan de andere, ik blijf het hameren, het is allemaal brandhout, zie je dat ze op één plaats, dus er is niks gebeurd in 4 jaar. Dat probeer ik namelijk, maar ja, dan moet je wel een zekere ontwikkeling hebben om te begrijpen wat ik bedoel als ik praat over een platte knoop en ratten. Ja, behalve die zogenaamde statistiek die voorspellingen doet, is er wel eens ook eentje uit de politiek die beweert dat er waarschijnlijk een standbeeld later voor de president gaat worden gezet. Oh ja, luisteraar, het volgende kabinet wordt een halal kabinet, een halal regering. Ja, dus die kan je me uitleggen of de luisteraar wat dat inhoudt.
Nee, dus ik ga geen poging wagen dat uit te leggen, meneer Samson, maar we zien hoe ver de belangrijke zaken van dit volk worden verzaakt met dit soort laagdrempelig en laag onder de nul scorend niveau van regeringsleiders, van politieke leiders, die allemaal hoe ze waarschijnlijk een behoorlijke verbinding hebben met al hetgene te zien aan criminele activiteiten op internationaal niveau. Ja, weet je, en dan heb ik het niet alleen maar over drugstransporten, ik heb het ook over het monetaire. Bijna 10.000 kilogram export drugs en tot nu toe heeft men niemand nog aangehouden. Nee, dus het is bijna 100, behalve die 10.000. Nee, het is 10.000. 100.000 kilogram. Ja, dat is 100 ton cocaïne. Ja, klopt. Dat is een heel grote vrachtschip vol. Ja, bij elkaar opgestapeld. Het is een internationaal C7 Ocean varende schip. Dat vol van de tsunami. Ze gaan dat met niet kunnen onderscheppen. Ja, maar dan kijken we niet naar de dagelijkse vluchten die hier per jaar totaal 600 van wie bij elkaar optellen. Vanwege de informatie van Drugs Enforcement Agency, DEA. Maar om terug te komen op die herschikking. Je zou van iemand als Santokki misschien dus de aanhalingsteken mogen verwachten. Die meneer Santokki die zich ruim 3 jaar lang hard heeft gemaakt om een deal binnen te slepen. Om persoonlijk voor de ogen van die meegereisde Surinaamse camera's, want ze zullen wel veel zijn, ze zijn echt geen 24, volgens mij is het dubbele, zijn handtekening te zetten. Ja, dat die herschikking al in december vorig jaar, toen is ongeluk ook al naar China reisde, op technisch niveau zou zijn afgerond, zou ook nieuws zijn geweest, wat nooit is meegedeeld. Ja. Je begrijpt bepaalde dingen niet. Die resultaten van die trip die hij maakte in de overtuiging dat hij daar definitieve afspraken zou kunnen maken. Zo zei hij bij voorbaat, dus vooraf, zei later nooit meegedeeld aan die samenleving. Dus ook niet dat het op technisch niveau zou zijn afgerond. Misschien had hij die vorige keren waarschijnlijk ook moeten leren dat in het Chinees script je feitelijk van rechts naar links liefst. Dus hoe waarschijnlijk is het er duidelijk voor jullie? Het blijft een ongeluk. Samen met zijn partner, zijn collega daar, Kouai, alias Frankenstein, die voor zoveel doden op zijn naam heeft, nu weer allerlei toestanden. En daar is er nog één bijgekomen bij onderwijs. Het heel onderwijs ligt op zijn gat. Gezondheidszorg ligt op zijn gat. En meneertje wil nog gaan discussiëren met echte, ervaren artsen als mevrouw Mungra. Die minister van Onderwijs is geloof ik een groter ongeluk dan de minister van Bibis. Want het grootste ongeluk bij volksgezondheid. Ik dacht dat u of iemand duidelijk een keertje heel figuurlijk zei. Een omhoog gevallen boekenkast. Maar het gaat erom, hij is bekomen informatie als een van de architecten samen met de ambassadeurs van Suriname in de Verenigde Staten, als het ware gezien aan het doorstromend beleid dat moest worden geïntroduceerd door de minister van Onderwijs van NPS toen. Oh, ja. En nu vandaag aan de dag staat hij daar aan het stuur om het allemaal zelf te bewijzen. En het eerste wat hij doet is het stopzetten. Het eerste wat hij doet als ingenieur of architect van dat doorstromend beleid. En hij zet het direct stop, want dat is de enige oplossing die hij nog voor aan de hand. En dan praat ik nog niet over die achterstallige salarissen die uitbetaald moeten worden. Heel waardoor die leerkrachten hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Hetzelfde gebeurt ook bij volksgezondheid. Maar dat is tot aan de datum van vandaag een aantal scholen in het binnenland nog steeds niet kunnen draaien. Nog niet operationeel zijn. Dat is een grotere ongeluk, maar ook zeker een criminele handeling naar het volk van Suriname toe. In die woongebieden. Dat vind ik gewoon crimineel. Het zijn stille figuren. Ze willen het. Is dat lekwans maar greedy van bal, awa priya bal, aloba bal, maar bal no lobe. Dat is dit kabinet. Ja, dus het zijn net als, oké, dan laat me dat een beetje afronden.
Het zijn net als de mensen die steeds als professionals het commentaar op een sportgebeuren geven vanuit achter een televisie kijkend naar het spel. En dat is precies de kwaliteit van deze regering. Aan ministers die geproduceerd is als dream team van de regering 2020-2025. Nou, nu gaan we naar recentere data, want we hebben over het verleden gesproken, over al die maatschappelijke mislukkelingen en vergissingen van de natuur, namelijk in deze regering die wij ooit hebben gehad in onze Surinaamse geschiedenis. Maar voorafgaand aan het recente staatsbezoek van Coprotodo, dat is, u zoekt maar uit wie Coprotodo is hoor, werd opnieuw de indruk gewekt dat nu alles gereed was om te tekenen. En nu wordt het mooi, want het zou zelfs een hoogtepunt moeten worden tijdens het bezoek en de kroon eigenlijk op het werk van de man die ze hier in Suriname Coprotodo noemen. Maar die ondertekening bleef uit naar verluid, omdat Suriname leeft vies ongeluk en dan heb je weer een ander ongeluk op het ministerie van Financiën en Planning, hun huiswerk onvoldoende hadden gedaan en het technisch ondermaat had voorbereid. Ja, en nog een extra opmerking hierom, meneer Samson. Ik weet niet of men heeft gemist dat vandaag de hedendaagse technologieën in staat stelt om al dit soort voorbereidend werk feitelijk via een digitale Zoom-meeting of een videocall-conference zou kunnen hebben organiseren. Zeker op het ministerieel niveau had hij niet daarvoor hoeven uit te wijzen op staatskosten. Hij had de telefoon en de internetverbinding kunnen gebruiken via een secure lijn. Dat moet elke land, elke regering zo'n beetje kunnen permitteren. Het is geen luxe meer. En hij had al dit werk van tevoren kunnen voorbereiden om dan heel zeker zijn president te adviseren. Het is time, weet je, om die president van China te ontmoeten, want er is al groen licht, heeft alles voorbereid, het werk is al gedaan. Dus al die mooie verhaaltjes die ze allemaal loslaten in de media, zijn voor mij irritante verhalen, omdat we vandaag aan de dag gebruik zouden kunnen maken van technologie en wetenschap, om heel veel diplomatisch werk op een goedkopere manier te kunnen verzetten. Dat is ongeluk. Nu zegt dat die formele ondertekening van die schuldherschikking op korte termijn zal plaatsvinden, zeg mij en ik denk jij ook al genoeg. Zo niet, misschien zegt het mij al genoeg en jou niet alles. Hè? Er moeten nog handtekeningen worden gezet. En ook al wil hij tegelijkertijd doen geloven dat dit niet zo is. Ik begrijp het wel. De ene gaat een kruis zetten op het contract, de ander zet ook een kruis en dan begint het zo. Hé, wacht even, nee, die mensen dat maar aan jouw bra, naar familie. Of duimafdruk. Ja, duimafdruk. Zo, wat ik de luisteraars wil meegeven, zo dom en stom zijn ze dat niks lukt wat ze aanraken. Alles wat ze aanraken zijn mislukt, namelijk is mislukt de afgelopen 4 jaren. En daarmee probeert iets ongeluk iedereen op het verkeerde been te zetten en eigenlijk verwarring te scheppen. Hij heeft in het weekend, als die delegatie gaat terugkeren, ik denk morgen of overmorgen, ik denk morgen of overmorgen komen ze terug. In ieder geval moet hij ons en de hele Surinaamse samenleving die ze steeds hebben voorgelopen, want je weet het, de leugen regeert, heb ik steeds gezegd. Dat is dus een dagje die we moeten ontwikkelen met deze regering. En het is waar, want we zien de prestaties vreselijk ondermaats, zeer teleurstellend. En straks in mei, als ze 48 maanden aanzitten, ergens in juli dacht ik 48 maanden aanzitten, dan is Suriname 100% achteruit te gaan. Ja, yes. Op elk gebied. Internationaal, economisch. Ze zitten vandaag, politiek. Ja, hoor, ik heb het uitgerekend. Ja. Ze zitten vandaag precies 1373 dagen aan. Ja, ja. Dus ze hebben nog 13 maanden en een week te gaan. Ja, dus precies dat ongeluk. Als namelijk de verkiezingen komen, want met deze criminele gasten weet je het nooit. Ze lokken iets uit, namelijk om te kunnen ingrijpen, zoiets als 17 februari van vorig jaar, om dat gevoel
voel bekruid mij hoor, om iets als een noodtoestand uit te lokken om die verkiezingen niet door te laten gaan. Daarom zeg ik van hieruit doe ik een oproep namens mij, meneer Samson, aan het Surinaamse volk, maar ook de familie daar in Europa, dat je familie hier in Suriname aanspreekt om niet zich te laten verleiden, om dusdanig over straat te gaan, om onlusten te doen uitlokken. Want wat gebeurd is op 17 februari is een hele grote vingerwijzing dat wij makkelijk een uitlokking kunnen krijgen en dat men dat gaat gebruiken om een staat van beleg als het ware in te gaan luiden. En een verkiezing die gepland zou moeten worden, of nu al eigenlijk voor 70% gepland had moeten zijn, dan stop te zetten en onder een noodsituatie door te blijven graaien in de staatskas van de Surinamers. Want dit is wat er gebeurt, er zijn miljarden US dollars en euro's in straks 48 maanden die nog niet verantwoord zijn. En wij zien het in de verhogingen van brandstof, verhogingen van de koers. Maar we zien het ook aan de inkomsten van de goudbedrijven, de inkomsten van staatsolie. Wij hebben gezien dat er zogenaamd heel wat donateurs zijn. Maar we zien die gelden niet goed geadministreerd, zoals de comptabiliteitswetten dat voorschrijven. We zien ook handelingen waarbij deze regering gelegenheidswetgeving maakt om bestaande wetgeving dat goed in elkaar zit, als het ware broos te maken. In elk geval, als ze straks zijn, dan bedoel ik dit weekend, namelijk terug zijn gekeerd in Suriname, dan hebben deze maatschappelijke mislukkelingen, in ieder geval, dan heb ik voor ogen, coprotodo, en is ongeluk, het Surinaams volk heel wat te komen uitleggen van alle rommel wat er daar heeft gespeeld. Een first lady die met een pantalon langs liep, of... Dat was een sightseeing, toch? Dat was een sightseeing door. Want ze hadden 2 dagen officieel op de agenda van de president voor de presidentiële onderhandelingen of het onderhoud. De rest was sightseeing, toch? Dus als ze geen piano was, ze waarschijnlijk op weg naar het strand ergens. Oh ja, iemand maakte de opmerking: hij zal zonder meer graveren. Nou, een pata. Voor mij misschien $25,000. Ja, dus ik denk dat ze misschien daarmee ook wil laten zien dat ze nog een hele valide jonge vrouw is. En de president daarmee een boost wil geven om zich jong te gedragen. Dus die doet ook mee. Lekker dus mee tijd hier van de 6 dagen, waar de 4 dagen 15 toes. En zogenaamd was er een business team en hij heeft bekendgemaakt dat men de uitverkoop van bepaalde Chinese bedrijven daar was gestart met succes. Bedrijf CCC en een aantal andere. Waarvan ik zeg, meneer Samson, ANSB hamert erop dat het moet gaan om nu onze jonge Surinaamse volk juist te ontwikkelen om hun zaken zelf te doen. En niet meer blijven rondbedelen in de wereld dat mensen moeten komen om voor ons te werken. Schrijf het op ja. Heel wat ze gaan echt in de rij staan op die Wijnenbosbrug op 26 mei volgend jaar. Ja. En door Jompowang. En die ene waarover we het hebben met de pata in China, als melter weer naar Guyana bakken. Ja, wat dus wellicht wordt ze daar opgewacht door weet ik wie. Ik wil vragen dat ze dat bord JPD van I4 ook daaronder voor. Ook als ben je corrupt geweest, JPD. Dus laten ze niet springen met de Samson. Ze mogen springen, maar wat one net did it for me. Then I did it, want dan moeten we kort iets straffen voor al die corruptieschandalen en alle die vervoerders aan de vervoer. En bij de pina afstraffen. Dat is een ergste manier. Ja, dat is het ergste. En ik denk dat het een signatuur is van de huidige coalitiepartner die de leiding heeft. Wat in 70 en 71 en 73. Waren dezelfde situaties en de condities ook aanwezig dat ze de leiding hadden en het ging dezelfde kant op. Het is racisme. Nee, dus dit, maar dit is een erge vorm van racisme. Ik wil me meer richten, meneer Zandvoort. Dat is racisme. Meneer Zandvoort, ik wil me meer richten op het onkundige. Het onkundige. En het egoïstische. Als je kijkt naar het benoemingsbeleid, dan kan ik het niet anders noemen. Nee, maar dat is 100% een feit, maar ik wil voorzichtig zijn als Surinamer racisme te ondersteunen. Dus ik zeg niet wat u zegt, geen feiten zijn. Wat ik wel zeg, ik wil wel kijken naar de signatuur van onkundigheid, maar ze weten verschrikkelijk te graaien
in onze staatskas. En dat gebeurde ook toen in 1970, 1973, waren die dingen ook gaande. Vreselijk wanbeleid, ondermaat, maar er zijn ook gelden die toen al niet verklaard werden. Dus het is een repetitie, het is een herhaling wat we nu zien, alleen op een gigaschaal, grotere gigaschaal. En het heeft de Surinamers, de hele Surinaamse bevolking, zoals alle samenleving door zo alle niveaus, heeft het heel hard getroffen. En ik weet dat dit volk geen harddragend volk is, maar de les en de verantwoording hiervan gaan ze nooit laten schieten zoals ze bij de vorige keren vanaf het verleden hebben laten schieten. Ik denk dat Surinamers nu heel bewust weten dat er wetten zijn vertrapt, dat er verantwoordelijkheden zijn die nog afgenomen moeten worden bij deze mensen. En dat we niet meer met een handtekening op een A4'tje de verantwoordelijkheid moeten gaan overnemen. Daarom ben ik blij dat we een aantal wetten, zogenaamd in hun voordeel, gelegenheidswetten ervan maken. Maar er staat daar ook dat de governor van de centrale bank nu 2 jaar langer mag aanzitten. Dat juist. Dat is heel moeilijk, want de man die bewaarder is van de staatskas. De man die heeft gezorgd voor een hyperinflatie met de oma rommel. Ja, en hij dat allemaal, hij moet komen uitleggen waar hij de voordelen vandaan heeft gehad. Want je moet een prognose maken voordat je wet kan maken of beleid kan maken. Laat hij die prognoses op tafel zetten en ons overtuigen hoe hij erbij kwam dat het een voordeel zou zijn. En nu, jaren daarna, na de miljarden hebben we weggesleutel in onze staatskas. Ze willen verontschuldigen en de schuld willen afschuiven op het volk om het te betalen. En dat gaat niet gebeuren. Ze mogen het schrijven, het gaat niet gebeuren. En niet omdat ze nu aanzitten en machtsmisbruik doen, willen ze doen overkomen dat dit volk die miljarden die ze hebben gestolen, wat is stelen door middel van zogenaamd beleid, ja, crimineel beleid, wij gaan het niet ondersteunen als ANSB, we gaan iedere Surinamer bewust maken dat die governor en zijn hele team en ook de minister van Financiën met zijn hele team 1,000,000% verantwoordelijk zijn voor de criminele handelingen dat ze hebben gepleegd met onze staatsgelden. Ik wil je iets voorhouden wat er deze week is gebeurd. Het zijn niet alleen maar criminelen, maar het zijn varkens. En je viel me even in de reden. Ja, ik maak een onderscheid namelijk tussen coolies en kapries en Hindustanen en Kriolen, nette mensen en varkens en criminelen, koelies en kapjes. Aan de hele kant. Dat onderscheid ga ik maken. Er zijn koelies en kapjes. Een Kalu heeft het pas nog uiteengezet. Wanneer ze binnenkwamen, dan kwamen ze namelijk in een koelie depot of weet ik wat, zo heette dat ding. Ja. Toen ze namelijk binnenkwamen. Ja. En daar, het zijn showers. Het is misschien dingen. Maar het zijn mensen, nette mensen zijn voor mij Hindustanen. Nette mensen zijn voor mij Hindustanen. Ik ben ook Hindustan. Ja, ik heb ook Hindustan herders. Dat weet ik. En ik blijf het zeggen, wie pech heeft, die neemt het nog op de koop toe, slikt het in en gaat het daarna uitbraken. Maar ik heb het gezegd en ik blijf het zeggen, wat ik lieg niet en ik hou mensen niet voor de gek. Ik ben namelijk uit voor de mensheid. En de mens moet het ten alle tijden goed hebben. En niet dat er eigenlijk criminelen, koelies en kafries eigenlijk komen om mensen te onderdrukken en weet ik wat te spelen. En te roven dat de mensen niet eens te eten hebben en aan de rand van de achtergrond komen. Maar je sprak namelijk over Anusanam-beweging. Ja, klopt. En daar wil ik even op ingaan, waarschijnlijk gaan we het niet halen, want we hebben straks Die tijd is met onze beste bondgenoot. Ja. En we horen daar, we moeten soms vaak om lachen, mijn goede vriend, meneer Venlo. Owen Venlo van Hoofddorp. Ja, en in Suriname helemaal 100% is het hard hoor. Ja, oké. En die heeft het vaak over een zakenkabinet. Ja. En anderen praten over een nationaal kabinet. Ja, het klinkt. En wij praten over een nationaal kabinet. Maar een technocratisch kabinet. Technocratisch. Technocratisch kabinet. Daar praat Owen ook namelijk over. Ja.
En in dat kader... Nee, ik praat over het zakelijk kabinet. Oh, niet alleen een nuance. Dus laten we de mensen... Want we werken daar ook aan en we kijken ook naar de mogelijkheden. Want wij zijn geen politieke partij in de letterlijke betekenis van het woord. We zijn meer dan dat. We zijn... We moeten ook meer dan dat zijn. We zijn met een nationaal team bezig. Precies. En voor ons maakt het niks uit of je bent van VHP, dan je bent wel van ABOP, of je bent van NPS, of je bent van... Je bent van Perkaya Jomor, of hoe dat ding mag eten. Of je bent van de NDP, noem maar op. Meneer, wij redeneren. In alle partijen zitten er heel intelligente, goede mensen die het menen met dit land. Ja, Suriname is ook Suriname. Een hart op de juiste plaats. Goede competenties. Maar niet naar voren zijn gekomen de afgelopen 50 jaar, de afgelopen 30, 40, 20, 10, de afgelopen 5 jaar. En niet alleen maar Surinamers die wonen in Suriname, maar waar ook ter wereld. In Nederland, in Amerika, noem maar op, die hun bijdrage zouden willen kunnen leveren. En wat dat aangaat, hebben we hele goede ideeën, ook voor die mensen, waarvan men nooit gebruik heeft gemaakt. Dat gaan we vandaag niet vertellen, toch? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, maar de launch. Maar men praat namelijk over zakenkabinet. Ja. Ja, een zakenkabinet, wat is dat? Is het eigenlijk een kabinet gewoon bestaande uit, niet of nauwelijks, partijgebonden deskundigen op hun terrein. Precies. En dat gewoon dat bedoelt, ja. En dat meneer Rinaldo van Reemen ook dat bedoelt, want die schrijft er ook over, vaak ja. over. Een bekende Surinamer, waarvan ik de artikelen vaak lees, en die schrijft er ook, Rinaldo van Reemen. En we horen het via Radio Tamara vrijwel elke week van Owen Venlo. Klopt. Ja. Hij heeft echt in zijn borstkast zitten, iets dat hij al jaren zichzelf heeft ingezet, voor heb ik ook kunnen volgen. Maar toch wil ik zeggen, bij ASB, meneer Samson, zijn we toch een specifiekere benadering ervan gekomen. En zeg een zakenkabinet, maar een technocratische kabinet. Omdat je de profielen hebt uitgeschreven, wat je nodig hebt, wie je nodig hebt, waarvoor. En wij gaan nog een stap verder. Wij weten dat wij nu, wat we tegenkomen, dat geen enkele regering ooit in Suriname is overkomen. We weten dat er een verschrikkelijke staatsroep heeft plaatsgevonden. Verschrikkelijk voor het moreel verhaal, noem maar op, alles wat al die staats, van het staatsbestel zit in de grond. Dus we zullen nu echt de specifieke mensen, dus de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plaats, nu opengooien aan de hand van profielen waar men kan reflecteren. Maar gaat u dat verder? En het lukt politieke partijen vaak niet om een regering te vormen. We zien het bijvoorbeeld op dit moment in Nederland ja. met meneer Wilders. Ja. Of het land moet bestuurd worden in afwachting van een nieuwe verkiezing. Want Wilders, ja, ik denk dat meneer Wilders dreigt het daar naartoe. Ja, ik heb die indicaties, ja. Ik heb zo'n beetje indicaties van nu daar hij weet dat hij meer zetels kan halen bij nieuwe verkiezingen, dat hij de irritatie opwekt van de mede prospect. Geprospecteerde groepen om een coalitie te vormen. En ik denk dat het hoogstwaarschijnlijk daarop zal neerkomen. Jammer, maar hij had misschien toch een gebruik kunnen maken van de setting die er is. Vooral ook omdat Europa, met name Nederland, ook in die hele wereldcrisis meegaat. Het weer extra geld uitgeven is uit de staatskas. Een zakenkabinet heb je ook bij een wanneer er geen demissionair kabinet is. We hebben in 1969, dacht ik, dat was het kabinet mee, hebben we in Suriname een zakenkabinet gehad. Ja. Toen Pengel is gevallen. Plus. Voor de tweede plus. Keer. Plus. Toen Pengel voor de tweede keer is gevallen. Toen hebben we zaken. Een zakenkabinet is alleen mogelijk bij een ceremoniële president. Die hadden we toen. Dat was Ferrier. Ja. Die was ceremoniële president. Je kan het ook hebben bij een koning, zoals in Nederland. Iemand die niet direct leiding geeft aan de regering. Iemand die aanwezig is bij ceremoniële plechtigheden. Of iemand die wetten moet ondertekenen. Klopt. Nadat ze goed bestudeerd zijn en goedgekeurd zijn door de Nationale Assemblée en de diverse organisaties die daarvoor de autoritaire verantwoordelijkheid hebben. De mensen mogen nu wel weten, wij zijn geen voorstander van het presidentieel stelsel. We willen naar het Westminster model. Ja. Zoals we dat hadden.
Dat wil zeggen, die grondwet moet weer terug naar die oude grondwet, want die voldeed voortreffelijk. En wat zien we? Vanaf we presidenten hebben gehad, die mensen wanen zich vaak een god op aarde. De zonnekoning. Met alle consequenties van dien dat wij hier hebben. Kijk maar hoe bijvoorbeeld Koprotodo zich gedraagt ten opzichte van zijn onderdanen, als je dat wil noemen. Hij ziet die mensen echt als onderdanen. Iemand die democratisch is, die ziet medeburgers. Ja, dus als je een samenwerking hebt als leider van een politieke partij, want het is een partij waar de president is voorgekomen als leider van de partij, voorzitter van die partij, en je hebt een samenwerking met de BGP van India, ja, dan kan je best wel begrijpen dat veel van die karaktereigenschappen en die gedragingen, dan wel misdragingen, zo'n beetje overeenkomen met hetgeen wat we in India waarnemen. Maar waar het op neerkomt, wat u zei dan met meneer Samson, er moet sowieso een upgrade van onze grondwet komen en een upgrade van ons staatsbestel. De inrichting op bestuursniveau, maar ook de manier waarop wij beleid maken, ter goedkeuring aanbieden en uitvoeren. Dus eigenlijk is Suriname met ANSB de eerste keer richting breed en gedetailleerd gaan praten over deze verantwoordelijkheden die we met z'n allen als Surinamers moeten gaan dragen. Ik ga even een zijpad in, want het was me even ontgaan toen ik zei, het zijn niet alleen criminelen, maar het zijn ook varkens. Een top monetair econoom. En dan heb ik het over Jim Boussai. Oh jee, ik heb het over... Die presidentcommissaris was. Ik heb het gevoeld voor die man. Ja, dit is je bent lager dan een varken. Ja, ja. Ik heb die beesten liever niet geslacht, et cetera. Ik ben geen vleeseter. Maar ik moet je wel zeggen, dit is het laagste van het laagste wat je kan doen. En die man moet het vernemen, Jim Boussai. Ja. Meneer Jim Boussai is niet alleen in Suriname bekend als een deskundige. Hij is internationaal. Internationaal erkend. En hij is dusdanig ook gedragen door de internationale financiële en monetaire autoriteiten wereldwijd. Dat klopt. Dan ga je de man niet op die manier behandelen dat hij moet vernemen via het nieuws dat hij niet meer die functie bekleedt die deze regering aan hem heeft toevertrouwd. En de man heeft het op een professionele wijze gedragen en uitgedragen. Die man heeft deze regering vanaf het begin volledig gestuurd. Ja, helemaal. Het is de man geweest toen de nullen werden geschrapt, toen die koers weer naar 82 en ja, 10 jaren lang en naast meneer Celtic. En vele mensen denken, Hildeberg, nee, Magula. Nee, maar goed, sorry. Ik ken Hildeberg. Daarom zeg ik, waren Ferit Sjaan en Celtic, namelijk ondersteund toen aan door de directeur van de Hagerbank, Jim Boussai. En u moet vergeten om uw eigen naam erbij te zetten, want u kwam... Naar de definitie aan, klopt. Ja, dus u moet niet vergeten om uw naam daarbij te zetten, meneer Samson, de luisteraars moeten het weten. Nee, ik weet dat u altijd op de achtergrond bent geweest, net als andere goede technocraten, die nooit eigenlijk op het politiek speelveld naar voren wilden komen als politici. Maar u heeft uw bijdrage geleverd als wetenschapper, als technocraat. En ik denk dat de samenleving nu meer moet weten waarom wij bij ANSB u hebben gevraagd de coördinerende rol te pakken, de leiding daarvan te nemen. Niet als politicus, maar als wetenschapper. Er waren wetenschapper die trekrecht spreekt, boekdelen. En zo weet ik dat er daardoor anderen die in die partij zitten gemotiveerd kunnen worden om te zeggen, hé, feitelijk zitten we zomaar op de achtergrond ons angstvallig te houden dat we rancune zullen ervaren. Nee, nu is het tijd om die verantwoordelijkheid op te pakken. Maar nog even afsluiten over meneer Jim Boussai. Ik heb daarnet met nadruk gezegd, hij deze regering en vorige regeringen die op een professionele wijze gedragen en hij heeft die verantwoordelijkheid ook op een heel internationale professionele wijze uitgedragen voor dit land en dit volk. En dat moet men weten. Dus ik zeg nogmaals, normaal probeer ik u een beetje te temporiseren, wanneer u zegt het gaat om varkens. Vandaar dat ik deze mannen die op die manier hebben aangepakt, en met name de minister van Financiën. Ja, dus voor met name de minister van Financiën. Het is een kruisregen, ja, het varkenachtig gedrag van ze echt toe vanavond. Ik ben er ook echt van gepikeerd.
Want toen ik het heb gehoord, dacht ik niet, ik zou door de grond zakken. Nee, dat ik doe je niet. Ik zou door de grond zakken. En weet je, het is op dit moment, is het de enige monetaire econoom. Precies. Maar hoger kaliber, zegt hij natuurlijk, internationale kaliber. Ja, internationale kaliber, dus dat moet ook duidelijk gezegd worden. En dat is niet van de Kaikoesie Universiteit. Laten de mensen dat weten. Ja. Maar we gaan even door. Naar meneer over Venlo vooral. Ja. De minister-president, we moeten weer naar de minister-president, hij is primus inter pares, de eerste onderste geleider. Ja. En de praktijk is uitgewezen, nog pas in een publicatie, dat de meeste landen die het top hebben bereikt, ook derde wereldlanden, een Westminster-model hebben. Ja. Met een minister-president. Een president. En die president is dan ook een leeg hoofd. Maar het werkt ook een beetje democratischer. Denk ik, als je... Hij bepaalt hoor. Ja. Als hij niet weer... Ja, dan stopt hij. Ministers mogen goede ideeën hebben als die president, die nauwelijks misschien ergens in Nederland een of andere weet ik wat voor opleiding heeft gevolgd. En... met een pistool weet om te gaan, misschien met een grote buik achter dat je stiepe weet te rennen, dan zegt hij gewoon, nee, het gaat niet door. Klopt. En waarom ik zeg democratische werk, die president heeft dan na de gewone onderdelen van departementen die hem, als het ware, dat beleid moeten voorschotelen en moeten adviseren, heeft hij nog dan de ruimte om buiten de departementale structuren ook professioneel advies in te winnen. Ja? Dus daarom zeg ik, het werkt een beetje democratischer. En als het werkelijk niet goed is, dan moet hij dan kunnen afkeuren en zeggen, oké, dan gaan we weer aan de tekentafel. Dus, meneer Venlo, in een presidentieel stelsel zoals wij die nu in Suriname kennen, en dat stelsel kennen ze min of meer ook in de Verenigde Staten van Amerika, is een zakenkabinet dus niet mogelijk, tenzij er een president zou zijn die is doordrongen eigenlijk van die precaire situatie waarin Suriname op dit moment verkeert en enige bescheidenheid, dat vooral naar die president toe, zou betrachten door op geen enkele wijze in feite invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid. Ja. Dat gebeurt er in Suriname, vandaar dat alles misloopt. Heren, we hebben nog 7 minuten. Ja, we gaan afronden, hè? 7 minuten. 7 minuten, man. Dus... we gaan dit afronden van een zakenkabinet. Volgende keer komen we met ons idee bij de nieuwe beweging over een nationaal kabinet. Dan gaat hij nog meer weten waarmee wij bezig zijn. Een nationaal technocratisch kabinet. Nationaal technocratisch kabinet. Ja. En we zijn er al mee bezig. En we hebben al heel wat mensen tegensproken. En die mensen willen wel. Let wel, Van der Leeuw en Samson komen namelijk niet in het kabinet als president. Nee. Maar we gaan dat wel sturen en we gaan wel opletten dat zaakje, namelijk die corruptie die we hebben gekend onder dit kabinet en misschien onder voorgaande kabinetten ook, dat ding hard niet doorkomen. Het is een hard aangepakt. Dus in een koninkrijk met een, ik zou bijvoorbeeld denken, een onschendbare koning, is dat wel mogelijk. Nederland heeft geen onschendbare koning. Nee. Ja. Die minister-president en die regering zijn dus dan verantwoordelijk voor wat die koning doet. In zo'n geval bij een onschendbare koning. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien in Nederland. Hoe noemen ze het? De koning is onschendbaar. De minister draagt de verantwoordelijkheid voor die koning. Ja, klopt. Ja. Overigens, een zakenkabinet is ook verantwoording schuldig aan het parlement. En dat zien we wel ook hier. Dat zou ook in Suriname kunnen. Dat zo'n zakenkabinet verantwoording schuldig is aan een nationale assemblee. Er is ook iets van wat wij voor ogen hebben. Een team moet je zien als verschillende verenigingen. Daar Ajax, PSV, noem maar op. Sparta. Maar wanneer we het nationaal team gaan samenstellen, dan gaan we kijken naar de beste spelers van daar. Wij zijn coaches. Ja. Wij observeren, wij balloteren. En daar moeten dan mensen komen met een onbesproken gedrag. Dat is een van de grootste profieleisen. Ja. Onbesproken gedrag. Geen corruptie. Helemaal niet in de criminele sfeer. Inzicht.
En waar we naartoe willen, namelijk met de NV Suriname. Geen fantasie en belofte verhalen, maar mensen die dat kunnen invullen aan de hand van de En bovenal, het allereerste, die armoede, dus armoedebestrijding. Volksgezondheid, die kapot is gemaakt door ene Frankenstein alias Kouai. Ja, een onderwijs, een veiligheid. En dat staat ook dat... Ja, en dat is de basis waar dat komen we dan ook namen. Namens hebben we even wat rust en verandering nodig. En die zekerheid die dit land sowieso met altijd rijkdommen altijd heeft kunnen verschaffen. Infrastructuur, wateroverlast, maar ook productie, export. Dat zijn de dingen. Je moet niet te veel dingen namelijk willen. En van het ene komt het andere. Ik praat namelijk over het Maslow-model. En als je niet weet wat het Maslow-model is, gaat u dan rustig googelen. Dan komt u wel wat wij bedoelen van de Anjoutena-beweging met het Maslow-model. Het kan toch onmogelijk zijn dat je eigenlijk met statusprojecten bezig bent en daaronder de fysiologische behoeften als honger, huisvesting, et cetera, van die mensen verwaarloosd. En dan heb je dan nog banken die zitten te loeren. Dus die armoede is namelijk gecreëerd daar bij de centrale bank met de omo, rommel en rotzooi. En dan zitten er bankiers in Suriname te loeren op de huizen van mensen die al een driekwart hebben betaald en als een hond op straat worden gezet. Daarmee hebben we te maken. En dat komt allemaal uit de, wat ze noemen, een oranje partij. Ik noem het de Verenigde Houtluizenpartij. Ja, ik zou niet zeggen statusprojecten, want we kennen de cultuur van de partijpolitiek van de afgelopen 50 jaar. Maar nee, wij kennen geen partijpolitiek. Nee, wij doen het de mensen uit te leggen. Ja, nee, natuurlijk. Ze hebben het al begrepen, niet meer kan dat ze duidelijk wie het ANSB geen partijpolitiek voert en ook geen partijinrichting heeft. Partijpolitiek is voor de VHP, is voor de ABOP, ja, voor de MPS, is voor Pechaya Luhur en eventueel andere. Ja, wij hebben gezegd, wij zijn gefundeerd bij resolutie van de president en de ministers die allemaal die resolutie hebben uitgevoerd, is dat wij een politieke organisatie zijn die als rechtspersoonsvorm heeft aangenomen, een vereniging. En de vereniging, de breedste zin, elke Surinamer die hier in Suriname zijn bijdrage gaat leveren, niet kan, maar gaat leveren, bij elkaar te verenigen. En we hebben daar profielen, we hebben daarvoor de visie en de missie in doelen omgezet. En zeggen, wij kunnen met z'n allen als Surinamers af van dit partijpolitieke systeem dat eigenlijk nu een basis is gaan vormen voor criminele infiltratie. We moeten het zeggen, meneer Samson, wat er gebeurt aan die drugskapitalen. Ik zeg eerst drugskapitalen en dan drugs. Hoeveelheden is niet voor de worstman of de barabro of de rotibro. Het is geïnstitutionaliseerd, kan je zeggen, in ons staatsbestel. Ik zeg verantwoordelijk, het is geïnfiltreerd in ons staatsbestel. En wij, ouders die kinderen hebben, of ze nou een paar weken, dagen of maanden of jaren oud zijn, hebben de verantwoordelijkheid dit land niet zo de afgrond in te laten gaan in de toekomst. Want wat ons nu is overkomen met deze regering, met de A23-20, kunnen we onmogelijk dooroverdragen aan onze kinderen. 1 minuut. Ja. In elk geval, volgende week gaan we door met wat wij voorstaan, namelijk ons nationaal kabinet, ons nationaal team, bestaande uit verschillende beste spelers uit de verschillende partijen, maar wij zijn geen, wij doen niet aan partijpolitiek. In elk geval, een goede nacht voor jullie daar in Nederland en wat Suriname betreft. Een prettige avond en jij Botse, prettige en goede voortzetting met jouw uitzending daar in Amsterdam. Ook van mijn kant sluit ik aan op datgene van meneer Samson. Ook een heel fantastisch weekend voor ieder, alle luisteraars daar in Nederland, ook hier in Suriname en wereldwijd, die uw station beluisteren via het internet. En meneer Botse, tamboem. Heel hartelijk dank en we zullen zeggen fijne avond verder toegewenst en tot de volgende keer. Ja, beste luisteraars, en dat was dus het gesprek dat de heren Van der Leuf en Samson hadden in het programma Wel Geïnformeerd op deze
vrijdag, of zeg maar zelf zaterdagochtend. Betekent dat we zo meteen naar het einde toe gaan van dit programma.